Emiel Ratelband mag de leeftijd in zijn paspoort niet met 20 jaar verlagen. De wet en jurisprudentie geven hiervoor geen ruimte, oordeelt de rechter. De rechter die had voornamelijk motiveerde die eigenlijk zijn uitspraak met het feit op zijn beslissing. Met het feit van het maatschappelijk belang is dermate groot dat dat niet veranderd kan worden door de individuele wens van Ratelband. En dat komt omdat er dus leeftijd nodig is om alcoholgebruik, stemrecht, autorijden, motorfietsrijden, kortom, AOW, dat we daarom dus de leeftijd moeten hebben. Nou, dat is dus een hele mooie uitspraak, maar die uitspraak is ook gebaseerd op een aantal punten dat wij kunnen zeggen, gewoon als mijn advocaat in ieder geval en ik zelf ook, dat we daar gewoon in hoog beroep wel punten van mee kunnen scoren. En wanneer denk je dat je hier uitkomst van ziet? Die hoge beroep moet aangevraagd worden binnen nu 3 maanden. En dan moet je weer een zitting vragen en dergelijke. Dus dat duurt zomaar weer 9 maanden voordat je weer aan de bak bent. Maar dat maakt niet uit, want er was namelijk ook één ding. En dat was de zeitgeist, zoals ik dat zeg. Dus het maatschappelijk belang, de maatschappelijke interesse hierin. En dat is juist iets wat nu heel sterk aangetrokken is hierdoor. Want de discussie begint dus nu gewoon te komen. Dat heel veel mensen zeggen van ja, eigenlijk wel een goed punt. Heel veel doktoren zeggen dat Ratelband helemaal gelijk heeft. Is dat ook van jouw doel om die discussie op gang te brengen? Nou, dat is geen doel op zich. Maar het is wel iets wat nu dan een prettige bijkomstigheid is. Ja. Want heel veel doktoren die zeggen Ratelband heeft gelijk. Je moet mensen niet meten naar hun chronologische leeftijd, maar je moet meten aan hun biologische leeftijd.